Yo mensen, mijn naam is TitanTommie en leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe video op dit YouTube kanaal. Mensen, in de vorige video heb ik heel veel lopen janken eigenlijk, lopen zaniken, dingen die niet goed zijn en zo. En ik dacht bij mezelf, laten we gewoon aan de slag gaan met de gebouwen die lopen, met de dingen die lopen en dat we daarna pas nieuwe dingen gaan maken. Het enige nieuwe wat ik wel wil gaan maken in deze video is gewoon bouwen aan mijn huis. Maar ik wil wel met jullie afspreken, alle nieuwe dingen die ik nog ga bouwen, ga ik bouwen uit mezelf. Ga ik niet meer Google gebruiken, niks, geen internet. Alle nieuwe dingen ga ik bouwen met mijn eigen bouwkracht. Dus ze zullen een stuk minder mooi zijn, dat wel. Maar alle dingen die lopend zijn, waar ik al mee bezig ben, die ga ik wel afmaken natuurlijk met de internetplaatjes. Want anders is dat niet te doen. Dus sommige dingen worden wel lastig, zoals die mine en zo. Maar ik ga mijn best doen. Maakt niet uit, ik ga mijn best doen. We zien het wel, ja? We zien het wel. Stel, er is een builder die beter kan bouwen en mij wil helpen, dan mag dat altijd. Maar wij gaan een huisje maken, een fatsoenlijk huisje. Dit huisje is te klein. Dit is fucking 1 kamer appartement of zo. Ik ga eventjes hier naar die opslag toe. En dan gaan we spullen halen om een huis te maken. Ja, dus op eigen denkkracht, zeg maar. Ja, snap je? Nou, dan neem je de basics mee. Gewoon ook natuurlijk. Je pakt dan, ja, cobblestone ermee te beginnen. Basic, cobblestone ook. En je hebt eigenlijk planks nodig. Heb ik al iets voor planken? Hier liggen wat planks. Ja, wat kisten kunnen we meenemen. Deze kunnen we meenemen. Wat hebben we dan nog meer nodig? Wat glas. Kijk, hier heb je wat glas. En ja, hiermee gaan we gewoon beginnen aan een huis. En ik ga gewoon een huis bouwen zoals in mijn gedachten opkomt. En dit wordt dan een groter huis. En ja, ik ga niet... Geen dingen meer. Geen internet. Dus laten we gewoon beginnen. Eigenlijk heb ik ook toortjes nodig. Maar ja, het wordt een beetje donker. Ik ga nog snel toortjes fixen. Ik vind het wel nog steeds niet leuk dat iemand hier een boom neer heeft gezet. Dat vind ik niet leuk. Waar gaat het huis komen? Hier. Gewoon bij de toren. I don't know. We gaan het gewoon ernaast bouwen. Want dit is meer het centrum. Dit is meer het centrum van dit geval. Dit dorpje van mij. Dus we gaan gewoon beginnen. Meestal wat ik altijd doe is gewoon beginnen met een layout. Ik probeer het een beetje snel te doen, mensen. Zodat we zoveel mogelijk dingen kunnen doen. Wat ik eerst altijd deed was 3 bij 3. Maar ik ga nu denk ik gewoon een voormaken van het huis of zo. I don't know. Gaan we symmetrisch doen of gaan we gewoon doen? I don't know. Of gewoon 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. En dan komt hier gewoon een deurtje. 1 deur. Of willen we een... Ik ben aan het twijfelen. I am twijfeling, bro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3... 4, 5. Oké. Dus komt er een trappetje of zo? Willen we een trappetje maken? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. We maken hem wel symmetrisch blijkbaar. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je hebt echt allemaal rice en zo. We moeten daar ook gewoon leuke dingetjes mee gaan maken. 1, 2. Hoe groot gaat het worden, though? Hoe groot gaat het worden? Dat weet ik niet. Zo groot gewoon. Zo het zo groot doen. Is wel heel symmetrisch en zo. Maar we kunnen later nou wel toevoegingen doen of zo. I don't know. Ik weet het ook niet. Bro. Ja, we doen het gewoon zo. En wat wordt de begane grond? Zullen we de begane grond dan op dit level doen? Hier op dit level? Of echt op dit level? Deze. Ik denk wel op dit level. Gewoon laag. Of niet? Ja, ik vind het ook wel mooi om een trappetje te maken, zeg maar. Dat je een beetje omhoog moet lopen. Dat is ook wel leuk. Trappetje of niet? Dan heb je wel meteen een kelder waar je heel veel dingen in kwijt kan. Dus misschien wel. Maar hoe hoog? Zo hoog? Zo hoog. Ik denk dat dit goed is. Gewoon zo. Ja, zo. Ah! Ik krijg hoofdpijn nu al hiervan. Nee, grapje, ik krijg geen hoofdpijn. Kijk, ja, we willen gewoon... Kan dit leuk zijn? Jawel, we zien het wel. Oké, zo. Hoe hoog gaan we dit maken? Vloer, waar staat de vloer? Nou, Tommie. Even kijken, hier komt dan een deur. Maar die deur wil ik een stukje naar achter hebben, zeg maar. Dat vind ik gewoon mooi. Dat heb ik ook gedaan op mijn Minecraft Survival Server. Hier komt de deur zo. Oh, zo hoog komt het zo niet, maar we doen het even zo. Even kijken, hoe hoog gaan we het maken? Ik weet het niet. Ik wil het gewoon simpel. Nice en simpel. Dus ja, de vloer zit dus op deze hoogte. Dus we moeten wel een stukje weghalen. Dat halen we even. Weg. Voor de mensen die zich afvragen welke Kingdom server is dit. Dit is de server van Diemees. En dit heet Elderhood. Er komt volgens mij nog een tweede game mode op deze server. Die is in de making. Die wordt gemaakt. Maar dit is de server Diemees. En ik speel ja, eigenlijk op de Kingdom server Elderhood. Mocht je willen joinen, kan dat natuurlijk. In de beschrijving van deze video staan de dingen die je nodig hebt. Er staat een Discord linkje en ook de server IP volgens mij. Dus kijk daar lekker. Ik zit in Kingdom Minuthas en ik ben een architect. Dus eigenlijk gewoon zo'n bouwmeneer. Eigenlijk een architect is alleen de guy die het ontwerpt. Een architect bouwt eigenlijk niet zelf. Dus eigenlijk is een, I don't know of dit de juiste rank is voor mij. Want ik ben eigenlijk ook Bob de Bulder, zeg maar. Ik bouw ook. Dus niet ik ontwerp en een bouwslaaf gaat bouwen, zeg maar. Dat kan ook helemaal niet, toch? Ja, dat kan wel, zeg maar. Dat ik op een bouwserver... ik bouwde op een bouwserver en iemand anders maakt dan de schematica. Kijk, op die manier dan zou ik wel echt een architect zijn. Maar in dit geval is het echt gewoon, ik bouw zelf. Dus eigenlijk, I don't know. Ik ben een architect en builder in één of zo. Een beetje, ja, een beetje, I don't know. Ja, ik heb wel planks meegenomen. Ik weet niet of ik wooden planks wil. Ik denk dat ik echt spruce planks wil. Ik denk dat ik spruce planks leuker vind. Kijk, maar hier komt dus de deur op die hoogte. Ja, we doen het nu voor nu al even zo. Maar hoe hoog wil ik het hebben? 3 of 4? 1, 2, 3. Ik denk 4 en dan doe ik op niveau 4. Zo dan gewoon. Of niet? Of wel? Maar ik vind het ook wel mooi, zeg maar, om glas te hebben die 2 hoog zijn. Omdat het toch een groot huis is. En dan om... Denk ik zo. Kijk, zo. En dan... Ja, het kan zo... Zo kan het zijn. Of het kan eentje lager zijn. Maar ik denk dat dit wel goed is, toch? Het is gewoon heel simpel. Ja, oké. We beginnen gewoon met dit als basic... ja, basic. Hier beginnen we gewoon mee. Dit wordt mijn basic ding. Dus dan doen we het zo. Is goed. En dan vind ik het ook mooi als het zo uitsteekt. Ik moet even kijken precies hoe ik het dak ga doen. En dat soort dingen. Doe het wel zo door laten lopen. Ja, dan laat het gewoon lekker doorlopen. Zo pilaartjes erop. Ik vind het wel jammer dat ze hier alleen custom wooden blocks hebben. Want je ziet nu niet meer, zeg maar, de binnenkant van de... hoe heet het? Van de oak log. Je ziet alleen... Alles is groen, zeg maar. Of alles is groen. Alles ziet eruit als barst. Hoe heet dat nou? Hoe heet de buitenkant van een boom of een tak? Schors. Barst. Toch? Bast. Schors. Jezus, man. Weet je wat ik echt merk? Dat ik steeds meer Engels aan het praten ben tussen mijn Nederlands door. Ik weet niet waarom, maar dat is gewoon... I don't know, that's the future, bruv. En soms ook neem ik een beetje straattaal over, omdat op mijn werk letterlijk, I don't know, 90% daar van die guys die praten een beetje met straattaal en zo. Dus je hoort het constant, waardoor je het vanzelf in je systeem opneemt. Ik vind het heel lelijk en ik wil het niet. Dus ik probeer het zo snel mogelijk te vergeten. En ik probeer gewoon TitanTommie te blijven. Want ik vind het echt heel lelijk. Maar ja, ik doe mijn best, mensen. Als jullie eraan irriteren, zeg gewoon... Nee, Tommie, stop nou eens. Je komt niet van de streets. Je bent gewoon een jongen uit een dorpje in Limburg. Doe nou niet alsof. Dan moeten jullie dat in de comments zeggen, ja? Doe maar. Even kijken. Ik hang ook al lang niet meer op straat, man, bro. Dat was altijd toen ik het thuis niet leuk vond. Om leuk te... Of toen ik het niet leuk vond om thuis te zijn, toen was ik vaker buiten, ging ik dan hangen met meestal niet altijd de beste mensen. Maar ja, you know, shit happens. En de plek waar ik woonde, ja, daar kwam je gewoon vaker in aanraking met rare mensen. Dus ja, excuses. Maar ja, I don't know, ik heb vroeger wel eens buiten gechilled, inderdaad. Kijk, klopt het nou wat ik aan het doen ben? Nee, Tommie. Oh my god. I am forgetting things. Oké, ik was dus heel even wat vergeten. Want het is namelijk zo... Even kijken, dit moet een... Oh, Nou, we kunnen dat wel doen inderdaad. Maar dan moeten we deze eentje laag doen. Dan heb je toch wel een beetje verschil in hoogtes in het huis. Dat is misschien wel leuk. Of misschien dat het huis... Ja. Oké. Ik heb al wat geinigs. Bedacht, mensen. Even kijken. Hoe moeten we dat dan doen? Damage dealer started to most... Oh, oké. Zal wel. Kijk, deze doen we een stukje lager. Zo. En dan doen we die... Het gaat het steeds een beetje omhoog. I don't know. Ik vind het wel geinig, toch? Het is toch wel geinig. Ik ga jullie het zo laten zien wat ik nu allemaal aan het frutselen ben. Maar ja, dit mag dan zo. Wat is dit? 2, 3, 4, 5. En dan komt hier... 1, 2, 3, 4, 5. Ja, precies. Auw! What the hell? Ik word gewoon gehit door deze... Poephoofd! Dood, jij ook. Zoveel zombies op deze server. Oh, wacht, dit is een challenge gaan op dit moment. Current event damage dealer. I'm a dealer in the damage, bro. Nee, ik hou niet van PvP, sorry. Ik doe niet veel damage. Oeh, ik denk dat ik te weinig hout ga hebben. We gaan dus, ja, jullie gaan het zo zien. Ik ben aan het twijfelen, Ik heb 2 ideeën in mijn hoofd, maar ik denk dat ik gewoon steeds een ding omhoog ga. Wacht. Kijk, je ziet nu dus hier zo is een stapje omhoog gegaan. En dan gaat het hier, ook een stapje omhoog. En dan gaat het hier weer een stapje omhoog. Dat lijkt me gewoon grappig om te doen. Dus dat ga ik nu doen. Doei. Dus hier, dat is toch wel leuk? Dat is toch gewoon een custom iets aan het huis? Dat heeft nog helemaal niemand. Helemaal niemand heeft dat nog. Dus dat gaan we even fixen. Oké, let's go. Dus we gaan het een beetje snel fixen. Zo, bouwen, bro. En dan, oh, nee, niet te ver gaan. Tommie, je gaat altijd te ver. Ken je grenzen, Tommie. Ken je grenzen nou. Kom op, man. ben nu 27 jaar oud. Ik probeer echt te leuk te zijn. Het spijt me echt zeer, man. Het spijt me zeer. Ik wil gewoon leuk zijn in de video. En I don't know, ik ben vandaag vrij en ik heb eigenlijk niet veel gedaan. Ik ben vanochtend naar de gym geweest. Because I need to get stronger. TitanTommie. Ik ben nu een TitanTommie zonder muscles. En dat is gewoon een schande voor de Titans. Dus ik moet de muscles gaan kweken en dat ga ik nu langzaam doen. Ik ga echt freaking veel sporten, bro. Maar dat komt goed, mensen. Jullie misschien ooit wel een update video van I don't know hoe het eruit ziet. Wow, koalabeertje. Thanks koalabeertje voor de support. Hij heeft 20 euro gedoneerd. Deze man is knettergek. 20 euro rank, wauw. Sorry man, ik zit letterlijk ervoor, dus jullie hebben het waarschijnlijk voor de helft gezien. Maar I don't know, dit was wel goed voor om TikToks mee te maken, hoe debiel ik nu net deed. Nice, Tommy, goed zo. Je moet jezelf natuurlijk goed zorgen dat je genoeg TikToks kan maken. Ik maak serieus TikToks van deze video's, mensen, van de Minuthas video's. Dus het is jammer dat we geen roleplay video's maken. Of dat de mensen niet geïnteresseerd zijn in roleplay video's op deze server. Want anders kon ik daar TikToks van maken. En in het verleden, op mijn oude kanaal Tommy Jeuks, had ik zoveel video's gemaakt, ook roleplay. En die kon ik zo goed TikToks uitmaken. Trekken is op zijn Belgisch. Maar daar had ik zo goed TikToks uit kunnen maken. Dat was zo funny geweest. Maar ja, op deze server is dat niet echt. Ik denk op Phoenix wel. Dat is een andere Kingdom server die ik ken. Ik denk dat, ze daar wel meer van de roleplay houden. Ik ben heel erg benieuwd natuurlijk. Maar ja, momenteel spelen we lekker op Diemees. Diemees Kingdom server, Elderhood, whatever. Ik vind het een beetje dubbel op, want het is... De Minecraft server heet Diemees. Alleen heeft dan de game mode Kingdom Elderhood genoemd. Dus het is een beetje dubbelop, weet je. Noem het of Kingdom of noem het Elderhood, denk ik bij mezelf. Maar dat is natuurlijk wat de meest zelf graag wilt. Dus ja, dat is wat je zelf wilt. Maar dit is dus wat ik wil maken. En ja, hier heb je dan die deur die iets naar binnen hangt. Maar dit vond ik wel grappig, zeg maar. Dat het steeds een stukje omhoog gaat. Vinden jullie ook grappig? Haha. Maar ja, het enige probleem is... Is dit zo goed? Wil ik dit zo? Ja, ik wil dit zo. Weer spider. Stop it. Stop it. Maar ik zie dat ik even sproesen moet halen voor een vloertje. We gaan eerst even sproesen halen voor een vloer. Ik heb weer zoveel rommel meegenomen. Ik zet er gewoon hier een kist bij het pad. Maar ik denk dat iedereen dit huis ook straks kan vinden. Ik denk dat iedereen dit huis prima kan vinden straks. Dus dat moet helemaal goed komen. We zetten deze even hier neer. Zo, let's go. Get some spruce wood. Trouwens, ik weet niet per se wat ik van mijn troonzaal vind. Ik denk eigenlijk dat die witte troon, dat die eigenlijk te lief is. De hele troonzaal is dark en duister. En ik heb een hele lieve witte troon. Dus ik denk dat die weg moet. Eigenlijk is de troon, het hele idee is veel groter dan deze troon is. Of dan deze zaal is. Dus ik denk dat ik het toch anders aan moet pakken. Ik vind voor de rest de troonzaal wel echt typisch, wel passen bij een dwerg. Want je zit hier namelijk op deze server, kun je kiezen wat je wilt zijn. Een elf, een dwerg, I don't know, whatever, noem het op. En je kan het kiezen. Ik vind het wel passen, zeg maar, bij een dwerg, dwarf groepering. Weet ik veel hoe ik het wil noemen, maar iets met dwergen. Daar vind ik het wel weer passen. Ja, mijn kasteel is nog lang niet af, mijn kasteel is nu grijs, I know. Ik ga er nog allemaal dingen op maken, dus komt goed, komt goed. Goed, we gaan de vloer erin smashen. Hier is het super chill, want op deze hoogte kun je gewoon zo te inrammen. Dit is gewoon prima hoogte. Even kijken tot hoe ver gaat dat. Ik moet even kijken tot hoe ver ik dat wil laten gaan. Ja, interieur doen we een ander keertje, denk ik. En dan hoef ik dat nu gaan doen in deze video. Ik moet even kijken hoe ver we komen. Want ja, I don't know. Ik record altijd een aantal minuten, zeg maar. Een bepaald aantal minuten. En daarna, ja, dan is het weer voor de volgende video natuurlijk. Maar ja, dat. Dus ik heb eigenlijk wat dirt nodig. Want hier moet één stap hoger volgens mij. Zo, iemand krijgt voor 100k gold uit de kist. Maar die guy die had net ook gedoneerd. Dus dan snap ik dat natuurlijk, dat je wat centen krijgt. In-game centen natuurlijk. Dus ja, we volgen hier de vloer eventjes. En dan gaan we dadelijk ook even een ruimteindeling doen. Dus ja, eigenlijk indelen hoe de ruimte willen gaan gebruiken. En het is dus mijn huis, dus er moet dus... Ik wil eigenlijk een keuken, ik wil alles erin hebben. Een kistenkamer, een keuken, een enchanting room. Ik wil van alles erin hebben gewoon, dat lijkt mij super leuk. Gewoon van alles wat, zeg maar, wat je gewoon gebruikt. Dus gewoon, dat wil ik dan ook privé hebben. Uiteindelijk gaat het ook allemaal natuurlijk een openbare maken. Zodat alles aanwezig is wat je eigenlijk nodig hebt in mijn stadje, in mijn dorpje. Dus uiteindelijk wil ik een bibliotheek, ik wil dus een openbare kerk maken. Ik wil aan iets van een raadshuis, een dorpshuis. Waar mensen bij elkaar kunnen komen. Stel, ik de oppertwerk van dit dorp, die wil iets vertellen, iets kwijt aan de mensen van dit dorp. Of misschien heeft de koning een boodschap en komt hij bij mij langs. Dan, ja, dan wil je dat gewoon, wil je daar een ruimte hebben waar iedereen in past. Ik denk ook wel dat dat het kasteeltje kan zijn. Maar ik denk dat het kasteeltje meer voor... I don't know. Ik denk niet dat ik zomaar civilians, gewoon de normale burgers, iedere keer in het kasteel uitnodig. Dat denk ik niet. Ik weet het niet. Ik moet even kijken. En ik ben wel een beetje high class dwarf natuurlijk. Dus ik vind het best wel grappig dat ik een dwarf ben. Maar I don't know, ik vind dwarfs in Lord of the Rings gewoon helemaal geweldig. Dus vandaar dat ik, denk voor de dwarf klas gekozen heb. We kunnen in principe het glas er al in doen. Komt hier nog een dak op? Ik denk het wel toch? Want we willen misschien een stukje. Misschien in het midden of zo. I don't know. Komt hier een dak op? Ik weet niet wat ik... Ik wil eigenlijk wel een slaapkamertje hebben. En misschien een soort van kluzu. Of misschien een torentje kunnen we erin maken. Zullen we een torentje erin maken? Kan ook, een torentje misschien, ik weet het niet. Wat wil ik doen? Wat wil ik doen? Wil ik een toren? Wil ik een kloes? Weet ik veel. Ik weet het niet echt. Ik weet het niet zo goed. Of misschien hier gebouwen iets in het midden zo, zeg maar. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet goed. Ik wil wel nog iets maken, maar I don't know. Ik heb nu ook een speciaal design ingemaakt. Dus het moet ook wel allemaal net passen, zeg maar. Ook met dit speciale design. Kijk dan. Dit is wel leuk. Het is steeds een stapje omhoog. Maar kan ik niet hier? Is het niet ruim genoeg? Een hoekje keuken, een hoekje eetding, een hoekje, I don't know, een hoekje slaapkamer en dan een kelder, kistenkamer misschien. Kan wel. Oh, wat? Oh, iemand heeft de server geboost. Dat is wel cool. Ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon hier een dak op moet maken of zo, toch? Zou je gewoon een dak op maken of niet? Ik ben er aan het twijfelen. Of misschien... Jongens, ik vind... Ik maak hier gewoon nog iets op. Ja, ik maak hier gewoon nog iets op. 2, 3, 4... Even kijken, hoe gaan we dat doen? Gewoon zo. En dan dichtknallen. 1, 2, 3... Hoe hoog wil ik het hebben, broer? Broer. Zo. Wacht. Nee, nee, nee. Kijk, dan doen we... Gaat het steeds omhoog, toch? I don't know. Nee, dit is weer te hoog. Kijk, en dan gaan we... Ja, hallo? Hallo? Mag ik mijn blokje terug? En dan doen we hier zo. En dan laat het zo bij elkaar komen, denk ik. Dat is denk ik mooi. 1, 2, 3. Ja, deze mag weg. Kijk, dit is denk ik wel mooi, toch? En dan laat je het zo bij elkaar komen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Zo. En dan doe je dat hier ook natuurlijk weer. 1, 2, 3. Of 1, 2, 3, 4. Nee, 1, 2, 3 klopt. 2. Blokje. 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 Holy moly. Dat zei Quinn altijd. Die heet ook Quinn van Enzo Knol. Dat is het broertje van Dave. Die zei altijd holy moly. Ik doe net alsof hij dood is. Sorry, Quinn. Oh, de blokken glitchen een beetje. Maar I don't know. Dat gebeurt soms wel eens. Dude, stop met glitchen, bro. Ik moet zien wat ik aan het doen ben, man. Doe niet zo gemeen tegen mij. Oh, nu klopt er al iets niet. Kijk, dit moet hoger. Kijk, nu heb ik al random blokken neergelegd. Bro, alles is verpest. Mijn hele beeld is verpest. Wow. Oké, dat is Mario geluid. Nou, ik vind hem wel mooi worden, toch? Vinden jullie het ook mooi worden? Het is, ja, uiteindelijk ga ik even kijken hoe en wat, man. Het is, ziet er nu waarschijnlijk helemaal... I don't know, normaal ben ik altijd van random maken, maar dit is een nieuw huis. Dus meestal vind ik altijd leuk om het oud te laten lijken. I don't know waarom. Ik heb iets met ruïnes en zo. En het oud te laten lijken. Maar we gaan het nog wat decoreren. We gaan er iets moois van maken en het decoreren. Ja, komt helemaal goed. Ja. Aan de ene kant twijfel ik wel of ik zulke hoge ramen wil, maar we doen het wel gewoon, ja of niet? Wel, niet, wel, niet, wel, niet, wel, niet. Die lage ramen zijn ook misschien wel leuk. Misschien past die lage ramen beter, ik weet het niet. Jongens, hogere ramen of lage ramen? Kijk zo. Nee, ik denk wel hoog. Toch meer binnenval van de shawl. We gaan de ramen erin doen. Ik weet trouwens nog steeds niet wat dit zwaard doet. Je kan er iets mee doen, zeg maar. I don't know, als je op klikt. You're in cooldown. Je kan rechter muisknop. En dan kun je iets doen. Ik weet niet wat het is. Ik heb geen idee wat het is. Maar we gaan de ramen erin gooien. Kijk, dit huis moet gewoon snel tot stand komen, weet je. Want ik wil gewoon snel erin gaan wonen en het gebruik maken. Waarschijnlijk ga ik wel nog wat ramen demolishen, afbreken. Omdat sommige plekken dat ik het helemaal dicht wil hebben. Maar voor nu gooien we de ramen gewoon er al in. Ja, we gooien de ramen gewoon er al in. Ja, leave me alone. Te weinig ramen, bro. Dat kan toch niet? Want ja, ik wil gewoon zo snel mogelijk in mijn nieuwe huis wonen. Dat is logisch. Als je iets nieuws hebt, wil je er zo snel mogelijk gebruik van maken. En dat is in dit geval ook bij mijn nieuwe Minecraft house. Zo. Stop met je straattaalhuis. Kijk, dus ik moet nog even kijken hoe ik de... Hoe heet het? Hoe ik de dingen ga doen, het dak ga doen. Oeh, maar dit is nu wel heel veel hout, hè. Dit is wel heel veel hout. Misschien dat ik iets kan customizen straks. Ik weet het niet. Wat voor ramen doe je erin? Gewoon hetzelfde toch eens beneden. Of niet? Oh, wauw, we gaan iets moois doen. Kijk wat we gaan doen. Wauw, dit is mooi. Hey, stop nou. Ik wou iets moois doen met de ramen. Kijk, dit gaan we doen met de ramen. Mooi, hè? Een kruisje erin. Zo kan je een Jezuskruis doen. We gaan een Jezuskruis doen. Hallo, ik woon in het Jezushuis. Nee, dat is niet mooi. Niks tegen Jezus, hoor. Niks tegen Jezus. Even kijken hoe. 1, 2, 3. Dit mag gewoon 4 zijn. Oh. Ik heb niet genoeg, bro. Ik heb sowieso genoeg. Kom on. Kom on. Genoeg plankjes. Plankjes. Genoeg plankjes. Stacks. Stacks of planks. Kijk, en dan doen we hier dit in. Heb ik genoeg? Volgens mij kost één zo'n ding... Ah, nu niet meer, nu niet meer. Maar oké, ik denk wel dat ik genoeg heb. Oh, voorzichtig klikken. Ik heb er nog hoeveel nodig? 5. Of niet? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ik heb het net verpest. Ik heb het net verpest. Maar ik moet uiteindelijk sowieso ook andere kleuren erin doen. Dat je zo van glas en lood idee krijgt. Dus dat is wel leuk. Misschien in de Minuthas kleuren. Dus paars. Paars en roze of paars en blauw of zo. Wat heb ik daar? Paars en wit heb ik hier zelfs. Maar ik denk paars en blauw, dat het misschien wel geinig is. Nou, dit kun je gewoon dichtbouwen dan. Hier komt straks dak tegenaan, volgens mij. Hoe gaan we dit doen dan? Het is maar 1, 2, 3. Heb ik dat slim gedaan? Ik weet het niet. Volgens mij zie je dat toch niet als je hier dak erop gooit. Oh, we gaan hier wel zo'n zwart dak op doen, hè. We gaan hier wel zo'n zwart dak op doen, dus dat is wel sick. We bouwen wel snel een huis, jongen. Ik stamp even snel een huis uit de grond. Daar doe ik wel snel. Daar ben ik goed aan het doen. Ik moet even kijken wat voor dak ik wil. Ik weet het niet. Of ik wil gewoon een dak die allemaal zo lopen. Zo, zo, zo. Of ik wil een dak die zo schuin loopt. Maar ik denk, ja, ik weet het niet. Dit is een beetje lastig nou, want ik heb nu aan twee kanten het plat gemaakt. Ik kan het wel hoog maken, toch? Wil ik dat nog omhoog doen? Heb je wel meer ruimte, toch? Als ik dit allemaal omhoog doe. Zullen we eens kijken of dat mooi is? Dus als je gewoon overal... Het wordt wel een heel hoog dak dan. Een heel hoog dak. Dus... Ik weet het niet, ik heb wel meer nodig, zie ik. Nou, even wat meer planks gefixt. Dus even kijken, dus zo, zo. Ziet het er mooi uit? I don't know wat ik ervan vind. Het ziet er een beetje raar uit. Misschien... Ik denk dat ik het gewoon schuin dicht moet maken. Sorry man, ik denk dat ik gewoon schuin dicht moet maken. Wacht, ik ga je laten zien wat ik bedoel. Ik denk dat het schuin dicht moet maken. Want, I don't know, ik heb een beetje raar. Oh, nee, dit is prima trouwens, dit is prima. Ja, dit kan ook zo nog. Dan doe je zo. En dan doe je hier zo. Kijk, dit is beter toch? Dit is beter. Zo, zo, zo. Ja, het is beter. Alleen dit raampje. Oké, dan moet je één hoger denk ik. Dan moet je één hoger toch? Dus zo. En dan deze. Ik weet niet, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ah! Zo? Kan dit? Mensen, kan dit? Kan dit? Ik weet het niet. Ik denk dat het op zich wel prima uitziet, of niet? Of gewoon zonder die stomme stammen. Want anders wordt het misschien te hoog. Jongen, ja, bouwen is altijd struggles. Bouwen is altijd struggles. Dus meer is zo'n idee. Kijk, dan heb je hier 2, 1, 2, 2, 2. Misschien dit. Misschien dit, I don't know. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het zijn jullie mensen. Of misschien dat ik het lager moet doen. Want hoe heb ik het hier dan? Hoe hoog is het hier? Hier zit 1, 2, 3. Hier zit 1, 2, 3. Ik weet het niet. Ja, maar dit ziet er zo raar uit ineens. Bro, ik hou van die houtlook. Hé jongen, bami-schijf, bal gehakt. Ja mensen, we zijn bezig met mijn huis. Weer een nieuw huis, maar dit wordt toch echt wel een blijvertje. Op dit moment ziet het huis er nog niet uit. Maakt niet uit, komt goed in een van de volgende video's. Bedankt voor het kijken en vergeet vooral niet te abonneren, reageren, liken, duimpje omhoog. En klik op dat belletje om de notificaties te ontvangen. En dan wil ik je graag bedanken voor het kijken naar deze video. En zie ik jullie graag snel terug bij een volgende video. Doei doei!